Welkom bij deze instructiefilm. Ik ga jullie iets vertellen over de navigatiemogelijkheden binnen de ELO. En ik hoop dat jullie daar een stukje wijzer van worden. Als we nog een keer naar de pagina kijken, dan zien we rechtsboven zien we inloggen staan. Dat ga ik eventjes nog niet doen. En je ziet een welkomstbericht staan. Dat is voor iedereen die naar de ELO-site gaat. Dus die navigeert naar elo.vanmalandlyceum.nl, die zal dit kunnen zien. We hebben een aantal blokken op deze pagina staan. Aan de linkerzijde heb je het blokje navigatie staan en het blokje inloggen staan. En aan de rechterzijde hebben we ook een aantal blokken. Dat zijn de gebruikers online, een linkje naar de roosterwijzigingen en een blokje ontruiming naar een filmpje toe. Nu is het zo dat je bij de ELO heel veel cursussen gaat krijgen en die cursussen die staan hieronder. Dat wil zeggen dat zijn de cursussen die aangemaakt zijn binnen de ELO door alle docenten. Als je deze cursus straks helemaal doorlopen hebt, dan zou je dit dus ook kunnen doen. Hier zie je de categorieën die wij hebben aangemaakt. Nicole en ik zijn wij. En als ik ga kijken bij, ik klik op bijvoorbeeld biologie, dan zie ik hier een heel aantal categorieën staan. Klik ik op klas 1, dan zie ik staan TH1, thema inleiding biologie. Is eigenlijk niet zo'n goed voorbeeld. Ik ga eventjes naar het vak wiskunde toe. Er zijn er nog meer. Ik heb alleen in deze lijst er maar een aantal weergegeven. Ik ga naar wiskunde toe. Ik ga naar klas 2 toe. En daar zie ik weer een onderverdeling. HAVO, VWO en VWO. Als ik daarop klik, dan krijg ik niks te zien. Dat betekent dat daar nog niks onder zit. Klik ik op VWO, krijg ik niks te zien. Ga ik naar klas 1, heb ik ook een onderverdeling. HAVO, VWO en VWO. Als ik daarop klik, dan zie ik in één keer cursussen staan. Wil ik nu gebruik gaan maken als buitenstaander van deze cursus, dan klik ik op in de ruimte. Lijkt me wel interessant om die te gaan volgen. Dan kom ik op een pagina en dan moet ik me aanmelden. Ik ga me aanmelden op deze site. Dat kan ik doen door hier in het midden in te loggen, maar ik kan ook rechtsboven inloggen. Laten we in het midden gaan inloggen. Met DM en mijn wachtwoord. DM is je gebruikersnaam. Ik vink hier aan gebruikersnaam onthouden en ik klik login. Ben je je wachtwoord vergeten? Je gebruikersnaam lijkt me stug dat je die vergeet. Maar ben je je wachtwoord vergeten, dan kun je hier onderin een nieuwe aanvragen. Ik wilde na de cursus wiskunde in de ruimte en ik wil me aanmelden voor die cursus. Dan zullen we naar de pagina gaan om in te loggen en dan krijgen we deze melding. Je kunt je niet aanmelden in deze cursus. Niemand kan zich aanmelden in een cursus, alleen de cursusaanmaker, manager, die kan straks leerlingen gaan koppelen aan een cursus. Als ik nu op ga doorklik, dan blijf ik aangemeld en de pagina is toch wel een klein beetje veranderd. Als eerste zie ik het kruimelpad bovenin. Ik zie een huisje staan en ik zie Home staan. Aan de linkerkant hebben we het navigatiemenu en ik kan hier op een aantal pagina's klikken. Mijn startpagina, als ik daarop klik, wat gebeurt er dan? Dan krijg ik een cursusoverzicht van de cursussen die ik gemaakt heb. Dat zijn er nogal wat natuurlijk. Ik heb mensen geholpen. En dat is hetzelfde als wat je ziet onder mijn cursussen. Dan hebben we nog een knopje sitepagina's. Daarin kun je een blog maken. Je kunt tekst bijhouden. En je kunt naar een kalender klikken. En ook hebben we een forum Moedernieuws. Verder hebben we mijn profiel. Ik kan mijn profiel bekijken en wat zie ik in mijn profiel? Ik zie een hele mooie foto en verder zie ik mijn e-mailadres en ik zie mijn cursussen nogmaals. Ik zie wanneer ik voor het eerst ben ingelogd, 259 dagen geleden alweer. En ik zie mijn laatste bezoek aan deze site.
Rechtsboven in beeld staat bewerk deze pagina. Dat heeft te maken met je profiel. Sommige van jullie zullen dit wel kunnen, andere niet. Dat heeft te maken met de rollen die je hebt binnen de ELO. Je kruimelpad hierbovenin is wel veranderd. Je ziet hier home, mijn profiel en bekijkprofiel. Het is slim om te navigeren via het kruimelpad. Als ik weer op home klik, kom ik op deze pagina terecht. Mijn profielinstellingen hebben we gehad. Dan ga ik naar sitebeheer. En in sitebeheer zie je bij mij een knopje gebruikers staan en een knopje cursussen. Als je wat verder bent in deze cursus en je bent cursusaanmaker, dan zal het woordje cursussen in beeld komen en dan kun je cursussen toevoegen en bewerken. Dit is alleen maar voor de cursusaanmaker, daar komen we later in een ander filmpje nog een keer op terug. Verder hebben we nog een blokje mijn privébestanden, wat wel interessant is. Je kunt daar bestanden inzetten die je vaker gaat gebruiken. Zeg maar een soort G-schijf, zoals wij die op school noemen, maar dan voor jou persoonlijk. Niemand binnen de ELO kan daarbij, alleen jij zelf. Onder je naam, of rechts naast je naam, staat nog een pijltje. En daar heb je eigenlijk het blokje Mijn Moodle. Weer hetzelfde, mijn cursussen, mijn profiel, mijn privébestanden, kalender, een e-mail en je kunt uitloggen. Je kunt een e-mail sturen naar gebruikers toe. Op het moment dat de gebruikers online zijn, krijgen ze het berichtje hier. Zijn de gebruikers offline, dan krijgen ze het berichtje in de e-mail. Wil ik weer dit schermpje naar boven toe, dan klik ik weer op het pijltje naar boven. Je ziet een hele hoop blokken nogmaals, links en rechts. Wat erg interessant is, is dat je die blokken kunt laten verdwijnen. Er zijn twee mogelijkheden. We gaan even kijken naar het blokje navigatie. Ik kan op het minnetje klikken. Ik ga naar mijn instellingen menu, minnetje. En ik ga naar mijn inloggen menu, minnetje. Zo wordt het kleiner. Je scherm blijft hetzelfde. Tenminste, de tekst in het scherm. Ik kan ook weer deze plussen. En het icoontje ernaast is wel interessant. Ik kan dit verplaatsen. En als ik daarop klik, dan verplaatst die naar links. Ik zal deze allemaal zo. Ik kan dat met alle blokken doen. Je ziet dat ze allemaal aan de linkerzijde in beeld komen. Daar kun je overheen scrollen en dan krijg je het weer te zien. Dit is meer voor jezelf als je dat prettig vindt. Ik kan ook deze naar links verschuiven. En zo heb je een heel schoon scherm met alle menu'tjes aan de zijkant. Wil je ze nu toch weer terug hebben, dan kun je op instellingen klikken en je kunt één voor één dit paneel, dit blok terugplaatsen. Het komt weer op dezelfde plek te staan. Wil je ze allemaal weer terug hebben op dezelfde plaats, dan heb je hieronder een mooi knopje en daarin kun je niets op het paneel zetten en alles wordt weer netjes teruggezet. Dat is vooral handig bij cursussen, als je die aan het lezen bent, je wil een breed scherm voor je neus met alle teksten in beeld en niet allerlei rommel aan de zijkant. Tot zover het navigeren in Moodle. Let op het kruimelpad. Ja, nog een keer, let op het kruimelpad. Ik kijk op bekijkprofiel. Ja, en ik zie dus dat je kruimelpad weer verandert en navigeer via het kruimelpad en niet via de pijltjes in je browser. Als je klaar bent, log je natuurlijk uit. We zien inmiddels dat Spijkgene ook online is. Ik kan een berichtje sturen naar Spijk als ik dit zou willen. Ik kan ook naar Sam een berichtje sturen als ik dat zou willen. Gaan we nou natuurlijk niet doen. Ik ga nu lekker uitloggen. Ik klik hierboven en ik log uit op deze manier. Dan krijg je een beetje het Windows gevoel. Wil je echt afmelden? Ja, ga door. En we zullen weer terugkomen op de homepage van de ELO. Tot zover het instructiefilmpje navigeren in Moodle.